De Surinaamse samenleving moet meer informatie krijgen over hoe om te gaan met klimaatverandering en gendergelijkheid. Dit was een van de doelen die vanmorgen voorbij kwam tijdens het symposium Gender and Climate Change Building Resilience. Shada Ganga, voorzitter van Stichting Projecta, vertelt dat het symposium bestemd is voor mensen uit de financiële sector, de regering en de private sector. Dat zolang je geen rekening houdt met het feit dat mannen en vrouwen in deze samenleving verschillende rollen hebben, verschillende verantwoordelijkheden, verschillende toegang tot van alles en nog wat, verschillende rechten, dat we nog steeds niet kunnen praten over een samenleving waar mannen en vrouwen in de praktijk gelijk zijn. Dat als je geen rekening houdt met die verschillen, je beleid gaat maken, ook als het gaat om klimaatverandering, die het zal kunnen zorgen dat vrouwen nog grotere achterstand krijgen. Of dat in sommige gevallen mannen, als ze in een bepaalde situatie al moeilijk zitten, het ook moeilijker gaan krijgen. Dus daarom, zolang je geen genderanalyses maakt, zolang die genderblik niet wordt gegoten, niet alleen als het gaat om klimaatverandering, maar eigenlijk alle beleid, ga je missers maken in je beleid. Shifania Jahangir, hoofd van de afdeling Bureau Gender Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zegt dat klimaatverandering niemand uitsluit. Yvonne Towi Kromo, beleidsadviseur Bureau Gender Aangelegenheid, is van mening dat bij klimaatverandering iedereen nodig is en dat niemand uitgesloten kan en mag worden. Nodig is en dat, dat we geen enkele groep moeten uitsluiten. En dat is ook echt de kern van die SDG Joint Project, dat niemand achtergelaten wordt. Dus ik denk dat dat het is. En de werkende klasse moet, hoe noem je dat, eraan meewerken, maar ook allerlei andere klasses die er zijn. Dus we moeten allemaal eigenlijk aware zijn van, hallo, het is climate change, we gaan het, de impact ervan gaan we blijven voelen. Dus we moeten allemaal onze bijdrage leveren aan die oplossing. Of misschien niet een oplossing, maar hoe kunnen we het best onszelf voorbereiden daarop? Hoe kunnen we het best climate change, hoe kunnen we het best daarmee omgaan? En natuurlijk heb je een groepje die minder middelen hebben dan om antwoord te geven op de impact van climate change. Het symposium heeft ook verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen besproken die te maken hebben met gendergelijkheid en klimaatverandering.